Een goeiedag allemaal. Het is vandaag 29 maart 2019. Het is, wordt een prachtige dag vandaag, hebben ze beloofd. Morgen ook. De zon schijnt al volop en ja, het is 9:10. Het belooft een prachtige dag te worden en ja, mooi weer voor de boeren zou ik kunnen zeggen. En ja, en het is weer zover, hè. De klok die gaat weer, wordt weer versteld. We gaan van de winter naar de zomertijd. En als er uitkomt zoals wordt voorspeld, dan is dit het laatste keer dat dat gaat gebeuren. Want we gaan maar één vaste tijd houden. Wat het dan wordt, wordt het dan de wintertijd of de zomertijd? Maar we begrijpen dat ze daar helemaal nog lang niet over zijn uitgepraat. En dat kan nog wel eens een tijdje duren ook, want je weet hoe dat gaat. Alle Europese landen moeten dan eigenlijk op één lijn zitten. En dat zal nog niet meevallen. Ja, en er zijn natuurlijk ieder jaar weer mensen, als die tijd wordt verzet, die steen en been klagen, want die raken uit hun ritme. Die weten niet meer hoe ze het hebben, die kunnen niet meer slapen. Die worden te vroeg wakker of te laat wakker. En die zeuren wat af. Maar ja, ik weet niet of het aan ons ligt, maar binnen een dag zijn we er al helemaal aan gewend. En dan weten we niet beter alsof het altijd zo is geweest. Dus ja, waar zeuren we eigenlijk over? We hebben natuurlijk eigenlijk wel altijd wel wat te zeuren, nietwaar? Eén ding is zeker, onze hondjes, die hebben natuurlijk geen horloge, die weten niet beter. En die hebben het wel een klein beetje in de gaten, want je verandert natuurlijk eigenlijk in het begin voor hun interne klokje het tijdstip van voeren. Omdat ze altijd op dezelfde tijdstip hun eten krijgen. En zij hebben het wel even in de gaten. Maar wij mensen, ach, wij zijn zo flexibel. We hebben al zoveel meegemaakt in het leven. Dat een tijdverschil van een uur, ja, wat is dat nou? Wat betekent dat nou, hè? Maar goed, het gaat gebeuren. Dus zet uw klok op tijd. Anders zorg dat je op tijd wakker wordt en dat alles ja, verloopt zoals het normaal verloopt. En geniet dan vanaf zondag van een extra uurtje licht in de avond. 'S morgens zal het wel weer even wennen zijn, want dan is het nog half donker natuurlijk met dat verschil van dat uur. Maar goed, ook daar wennen we weer wel aan. Ja, en de laatste tijd lazen we nogal eens wat verontrustende berichten in de krant over gifakkers. En dan bedoelden ze de velden die zijn, waarvan de begroeiing is doodgespoten met een meestal een middel genaamd Roundup, glyfosaat. Roundup. En dat wordt dan gif genoemd, gifakkers. We hebben dat laatst in onze krant ook weer gelezen. En het woord gifakkers, ach ja, daar moet je dan weer maar een korrel zout mee nemen. Want de mensen, die krantenmensen, willen niks liever dan het woord gif gebruiken. Om dat maar zoveel mogelijk bij die mensen, bij de massa, bij de burger erin te pompen dat die boeren met gif bezig zijn. Gifakkers. Maar Roundup zit natuurlijk een klein beetje in de problemen, zou je kunnen zeggen. In die zin, er wordt beweerd dat het een kankerverwekkend middel zou zijn. Ja, hoe dat dan werkt, dat durven wij ook niet te zeggen. Maar er is onlangs, nu pas geleden, nog weer een Amerikaan. Die heeft een schadevergoeding toegekend gekregen door de rechter. We weten niet of dat al in hoger beroep is uitgevochten. Maar die man die beweert dat hij meer dan 30, 35 jaar Roundup had gebruikt in zijn volkstuintje. Ja. Nou vragen wij ons af hoe groot dat volkstuintje van die man is geweest. En wat hij daar dan met die Roundup heeft gedaan. Of die in dat verrektige volkstuintje dan niet even zelf met zijn spade en zijn, laten we zeggen, gewoon handmatige manier zijn onkruid had kunnen bestrijden. Maar nee, die man beweert dat hij daar kanker van gekregen heeft. En er zijn mensen, onderzoekers, die hebben gezegd dat klopt. Dus ja, wat gaan we doen? We gaan echt Amerikaans natuurlijk. We gaan een schadeclaim indienen bij Bayer in dit geval nu. Want ja, Monsanto die heeft dat middel verkocht aan Bayer. Of Monsanto heeft zichzelf verkocht. Maar nou de vraag, wat staat er dan allemaal niet bij? Wat heeft die man nou met die Roundup al die jaren gedaan? Heeft hij er zo'n boterham mee gesmeerd? Of mengde hij de Roundup in een kopje waar hij later zijn koffie uit dronk zonder het af te wassen? Kijk, het is allemaal zo vaag en zo, laten we zeggen,
ophitserig geschreven dat je zou denken, jongen, wat moeten we met Roundup, dat is toch levensgevaarlijk. Je zou elke boer aan gaan klagen waarvan je ziet dat zijn akker is doodgespoten. Want ja, je ziet het inderdaad, de leek weet niet wat er aan de hand is. Overal om hem heen ziet hij de natuur vergroenen en dan ziet hij overal, of niet overal, maar op sommige plekken toch velden die helemaal geel, verdord en dood zijn. En dat klopt niet natuurlijk, dan denk je, hoe kan dat nou? En alles waar je iets mee dood kunt maken, ja, dan zou je kunnen zeggen, dan kan je ook mensen mee doodmaken of dieren mee doodmaken. Maar ja, niks is er nog echt hardnekkig bewezen. Eén ding is wel zeker, Roundup was voor en is voor de landbouw. Wij mogen het in Nederland nog 5 jaar zomaar gebruiken. Hoop protest daartegen, maar heeft toch een heleboel gemak gebracht voor de akkerbouwer en ook voor de melkveehouder, voor zijn grasland en zo. Je spuit er, je maakt er eigenlijk alles mee dood. En voor degenen die het niet weten, het is oppervlakkig niet alleen, maar Roundup werkt ook door tot in de wortels. En daarmee wordt hardnekkig onkruid ook in de wortels aangetast en bij er eigenlijk helemaal voorgoed in één klap vanaf. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk middel geworden. Een nuchtere boer heb ik wel eens gesproken onlangs, die zei, ja joh, allemaal onzin wat ze daar uitkramen. In principe, je doet het niet natuurlijk, maar je zou het zo kunnen drinken en dan gebeurt er nog niks. Nou willen we dat nou niet helemaal direct geloven, maar we lazen vandaag weer dit stukje in de krant. Hè. Kost Roundup Bayer de kop? Kijk, ook weer zo'n kop in de krant waarvan je denkt, jee, wat zullen we nou allemaal voor schadeclaims krijgen? Het is een schadeclaimcultuur, mensen, waarvan je... Iedereen komt wel, al is het uit de 80-jarige oorlog, dan komen we nog wel met een claim. Want als we er wat aan kunnen verdienen, dan zijn we er als de kippen bij. En dat is niks menselijks vreemd, maar het is wel buitengewoon vervelend. Want hier zie je dat nu toch ook weer. Zo'n kop kost Bayer de kop. Ja, miljoenen uitkeringen aan zogenaamde mensen die last hebben gekregen van Roundup. Gelooft u het? Ik geloof er helemaal niks van. Maar goed, zo zijn er nog veel dingen waar je niet in kunt geloven. Want als ze dit willen verbieden, waarom zouden ze dan eigenlijk tabak niet volledig de wereld uitwerken? Want we weten toch ook wel dat je van tabak, en dat wordt er duidelijk opgeschreven, dat je van tabak roken ernstig ziek kunt worden. Dood kunt gaan, hè? Met andere woorden, je kunt er echt dood van gaan. Alcohol, hetzelfde gebeuren. Hè? Alcohol maakt meer kapot dan je lief is. Ja, we weten het. De Fransen hebben nu pas een actie gestart om de Fransen te overtuigen dat je eigenlijk maar 2 glazen wijn per dag mag drinken. Want drink je er meer, jongen, dan doe je gezondheid ernstige schade. Maar de wijn wordt niet verboden. Alcohol wordt niet verboden. Dus ja, waar zitten we mee? Waar klagen we over, hè? Maar goed, we hebben nog wel leukere dingen in dit land dan alleen ons over Roundup druk te maken. Want we lazen ook dat er meer dan 1 miljoen vacatures zijn in Nederland. Banen die niet vervuld kunnen worden omdat we er de mensen niet voor hebben. Terwijl aan de andere kant misschien wel 1 miljoen werklozen hebben. Hoe doen we dat nou? Ja, kijk, Rob Jetten van D66 die had nog wel een plan. Hij zegt, we halen gewoon 50.000 Polen naar Nederland. Dan is het probleem voor een eindje alweer opgelost voor de meest moeilijk te in te vullen banen. Gaan we die werklozen aan de slag brengen? Hè? Gaan we ze dwingen om werk te gaan doen? We hebben dat experiment in gehad in de kassen in het Westland, waar die werklozen uit Den Haag naartoe konden om tomaten te plukken. Werd helemaal niks. Ze kwamen wel opdagen, maar ja, na een paar dagen waren ze het beu. En die toch bleven, die maakten er zo'n potje van dat die werkgever, die tomatenkweker, dacht hoe eerder dat ik er vanaf ben, hoe liever. Want ze waren zogenaamd kleurenblind en ze plukten de tomaten allemaal, ze nepen ze kapot enzovoort enzovoort. Je had er helemaal niks aan. Dus ja, maar van de andere kant moeten we natuurlijk wel zeggen, ja kijk eens, 1 miljoen banen in Nederland beschikbaar. Terwijl we die niet allemaal direct in kunnen vullen. Waar gaat dit land naartoe? Waar moeten we naartoe? Of moeten we gewoon heel anders gaan leven en veel minder willen produceren enzovoort enzovoort. Ja, maar zo staan we altijd voor de vraag, wat gaan we doen?
In de akkerbouw op dit moment worden alle gewassen weer gepoot of gezaaid. En als je dan nagaat dat we nog steeds al die jaren door min of meer dezelfde gewassen telen, hetzelfde aanbod hebben en eigenlijk nooit is echt iets definitief, iets nieuws is gekomen. Waar gaat het om? Het gaat om graan, om suikerbieten, om aardappelen. Ja, wat hebben we allemaal nog meer, wat kleinere gewassen daartussendoor. Mais, hè, niet te vergeten, maar dat is natuurlijk voornamelijk voor de melkveehouderij. Een van de grootste gewassen in ons land. En ja, wat gaan we daar tegenover stellen? Dat is natuurlijk even de vraag. Ja, dat is dus de vraag. En een vierde gewas, waar wel eens over werd gesproken, het echte vierde gewas, het gewas dat erbij komt, waarvan je zegt, jongen, dat brengt nou de hele akkerbouw in een ander perspectief. Het is er nog steeds niet en het zal er denk ik waarschijnlijk ook niet komen. Zou je tabak willen gaan telen misschien? Ja, dat is ook weer zoiets. Dat kan eigenlijk niet, hè? Want van tabak ga je dood en tabak, ja, is een aflopende zaak. Alhoewel, we hoorden vandaag dat in de supermarkten het meest verkochte product juist weer sigaretten zijn, omdat ze elders niet te koop meer zijn, omdat tabakshandelaren ermee stoppen, omdat er geen droogbrood meer in is te verdienen. Wiet telen, dat zou wat zijn. Wiet, hennep, cannabis. Ja, maar dat zou je dat willen, als het legaal was. Ja, waarom eigenlijk niet, hè? Want ja, als je natuurlijk ook druiven mag verbouwen en daar wijn van maken, et cetera, en de gerst om bier te brouwen. Maar het zou, dat moet u eigenlijk niet doen, hè, wiet gaan telen, want ik zal u attenderen op een buitengewone leuke serie die je op Netflix kunt vinden en die eigenlijk eerder op de Belgische tv was. En die serie die heet Eigen Kweek. Eigen kweek, goed onthouden. Als u Netflix hebt, ga er eens naartoe. Dat gaat over een akkerbouwer in West-Vlaanderen, zo tegen de Franse grens aan, een mooi aardappelgebied. En die man die verbouwt patatten, zegt hij. Maar door allerlei problemen komt hij in de financiële nood. En wat gebeurt er? Hij gaat op een of andere manier komt hij in contact met mensen die weten hoe je wiet moet telen. En ze gaan in hun hangar wiet telen. Nou, dat heeft grote gevolgen. Het is hilarisch. Het is natuurlijk niet dramatisch, maar het is eigenlijk hilarisch. En tegelijkertijd ook heel leerzaam. Ze spreken in een prachtig West-Vlaams dialect. Maar dat wordt netjes ondertiteld in het Nederlands, dus je kunt het helemaal volgen. Het is echt de moeite waard als je niks te doen hebt om die Netflix-serie te volgen. En als boer dan ach al plannen zou hebben om te denken, ik ga toch eens een wietteeltje opzetten, dan kom je daarna, denk je wel bij jezelf, daar beginnen we niet aan, want dat brengt veel te veel problemen teweeg. Heel leuk, niet vergeten, Eigen Kweek op Netflix. Ja, zo gaan we dan maar door. We hoorden vanmorgen ook weer toch wel voor de landbouw, voor de agrarische sector, voor de organisatie slecht nieuws, want de LTO Land en Tuinbouworganisatie Nederland, die verliest ontzettend veel leden en tegelijkertijd zijn de leden die blijven ontevreden, want ze vinden dat de LTO, de vakbond voor boeren zou je kunnen zeggen, in grote lijnen te weinig voor ze doet. Ze moeten alleen maar inleveren, die boeren, en die vakbond, die LTO, waar ze contributie voor moeten betalen en dan naar hun idee te weinig voor terugzien, ja, dat wordt een probleem voor ze. En tegelijkertijd zien we natuurlijk steeds minder boeren die dan ook lid kunnen worden. Jonge boeren worden sowieso niet zo makkelijk meer lid. Ja, ze kunnen nog wel lid worden van sectorvakbonden, dus een vakbond speciaal voor varkenshouders, vakbond speciaal voor melkveehouders, vakbond speciaal voor varkenshouders of akkerbouwers of pluimveehouders, et cetera. Maar ja, die hebben lege handen en kunnen geen vuist maken, want je kunt pas alleen een vuist maken als je ook echt tegen iemand aan kunt boksen. En ja, tegen wie kunnen wij boksen? Dat is een probleem. Steeds minder boeren, steeds minder leden. En wat er dan ook nog bij komt natuurlijk, kijk, er is geen duidelijk landbouwgezicht. Dat is al zo vaak genoemd. We hebben een ene Mark Kalon, maar ja, die man die is toch eigenlijk bij, dat is toch geen barricadevakbondleider, hè? Die laat zien, hier ben ik en kijk, hier zijn wij boeren. Iemand die met passie spreekt. Alleen als die wat zegt, dan is het vaak ook nog helemaal de plank misgeslogen. Daar schiet ook niks mee op natuurlijk. Ja, wij zijn als agrarische sector natuurlijk steeds meer het kleine duimpje tegen de grote gouvernementsreus. En daar zullen we, ja, onszelf toch maar min of meer
in moeten schikken en moeten proberen daaruit een weg te vinden dat we toch nog een klein beetje krijgen wat we graag willen. Maar ja, dat is niet zo eenvoudig. Mannen en vrouwen, geniet van het prachtige weekend dat eraan komt. Want ja, je weet weer niet hoe lang je erop moet wachten. Het eerste kwartaal van het jaar is bijna voorbij. En dan denk je bij jezelf, is dat nou alweer voorbij? Ja, het is nou alweer voorbij. En het volgende kwartaal komt eraan. Leef bewust. Leef elke dag. Besef dat je leeft. Geniet van het leven zo ver mogelijk. En probeer ja, er wat van te maken. Ook al krijg je allerlei tegenslagen in je bedrijf. In de agrarische sector zijn we daar een beetje aan gewend. Dus wij zijn gehard. En we weten wat ons te wachten kan staan. Goeie en slechte tijden. Audu en ja, tot volgende week.